De jongerenorganisatie iSpeak heeft gisteren een sociale dag gehouden voor het kinderthuis Samuel. De organisatie heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van Surinaamse jongeren ter stimulering van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Vernon Koffi van iSpeak zegt dat de organisatie ervoor heeft gekozen de kinderen van Samuel te verwennen omdat ze niet genoeg aandacht krijgen. De organisatie ontplooit al bijkans 3 jaar activiteiten voor de jeugd. Lindsay Vrij, lid van de organisatie, vertelt over enkele geplande activiteiten. Ik heb persoonlijk op een Komowene een activiteiten voor de kinderen gehouden, knutselactiviteiten, sport en spel. Vernon heeft motivational speaking gedaan met studenten bijvoorbeeld van SPI. En dus onder, dat is het zo'n beetje. De activiteiten van iSpeak worden georganiseerd met eigen middelen en donaties. Tijdens de sociale dag is het haar van de meisjes gevlochten en het haar van de jongens is geknipt. Vrij vertelt verder dat in de maand april een speech contest voor de kinderen van de VOJ-scholen wordt gehouden. Een pupil van het kinderthuis vertelt hoe ze de dag heeft ervaren. Heel leuk. We hebben eten drinken gehad. We hebben brood vanmorgen gehad van deze mensen. Een lekker broodje. We hebben lekker in de middag gegeten. Ze hebben voor ons gevlochten. En ik ben heel blij daarmee. Aldus een van de pupillen van het kinderthuis Samuel over de sociale dag die de organisatie iSpeak gisteren heeft georganiseerd.